Ja, een mooie wedstrijd natuurlijk. En ja, uiteindelijk was het heel spannend, maar we hebben denk ik mooi afgerond. En ja, finale plaats weten te bepalen. Voor de 7e keer mag BVHC gaan proberen om de landelijke handbalbeker te veroveren. In Sittard won de Panningse club in de halve finale van Lions met 28-30. Dat is een knappe prestatie, want Bevo verloor dit seizoen al 2 keer van Lions. Ja, fantastisch. We hadden natuurlijk wat goed te maken. We hadden uit, hadden we daar dik verloren. Thuis had het wel, ja, was spannend. Maar ja, dan als je nu in de halve finale één kans dan pakken, is dat natuurlijk fantastisch. En goed om de finale te halen. Ja, waarom is het nu wel gelukt? Ik denk dat we nu zijn we sowieso bijna helemaal fit. We hadden toen wat blessures, niet dat het daaraan ligt. Maar ik denk dat we nu toch verder zijn in het seizoen, verder als team zijn. En dat we, ja, we hebben heel erg veerkracht getoond. En ik denk als team goede prestaties neergezet. Hebben jullie feestje gevierd gisteravond? Ja, klein feestje. Maar dat is ook verdiend ook. En het is best wel laat doorgegaan. Maar ja, als je zo'n wedstrijd wint met zo'n ontlading, dan heeft het ook niet zoveel zin om naar huis te gaan. Want dan slaap je toch niet. Dus dan kun je beter maar met elkaar vieren. En dat moet je ook doen. Je moet als ploeg wel dingen met elkaar vieren. En dat hebben we gedaan. Hoe heb je als coach op de bank gezeten gisteravond? Ja, je bent gewoon doodop. Je bent vooraf heel druk bezig met wat als en hoe gaan we dat doen. En dan loopt de wedstrijd altijd anders dan dat je verwacht. En dan probeer je het team te helpen door zo goed mogelijk de dingen neer te zetten. En dan, ja, dat kost zo bakken met energie. Maar als het dan uiteindelijk lukt met elkaar, ja, dan is de ontlading geweldig. De bekerfinale wordt op zaterdag 30 maart gespeeld in Almere. Daarin staat Bevo tegenover Aalsmeer 1. Geen onbekende van vader en zoon Van Dijk. Ik denk dat we, ja, het is, Aalsmeer is een harde ploeg. Toevallig ook mijn oude ploeg waar ik vandaan kom, dus dat is extra speciaal voor mij. Maar ik denk dat we, ja, moeten kans maken. Maar ja, Aalsmeer is altijd lastig. Die hebben al heel veel ervaring in finales. En daar gaat het wel, ja, wordt het denk ik een mooie pot. We hebben zaterdag nog wel een hele belangrijke wedstrijd. We hebben Bochel thuis en we willen op plek 8 blijven. Zodat je een extra punt hebt. Wat wel heel belangrijk is, omdat ja, je weet niet hoe de Handbal en Helden League nu uitkomt te zien. Dus daar moeten we ons richten. Ja, en daar vandaan hebben we drie weken de tijd om ons voor te bereiden op Aalsmeer. En dat is van mijn zoon's oude club, maar voor mij ook. Dus dat is heel bijzonder, heel speciaal. En daar gaan we voor. De handballers van Bevo konden in Sittard rekenen op veel support. De verwachting is dat er ook flink wat fans zullen meereizen naar Almere. Ik zei het nog op de bank toen de jongens aan het warmlopen waren. Van ja, daar zie je zo'n heel geel-blauw vak. En ik denk, ja, dat is toch echt wel fantastisch. En dat geeft de jongens echt wel extra energie. De jongens zijn echt wel gevoelig voor die energie en die voelen dat. En die gaan dat toch nog een stapje harder. En je ziet ze ook regelmatig juichen ook naar dat vak toe. Ja, dat is gewoon geweldig. En dat hebben we nodig. En dat is geweldig als dat zo leeft dan. Afgelopen week deelde de club goed nieuws, want 6 spelers verlengden hun contract. Onder hen Destin Van Dijk. Ja, zeker. Ik heb het goed naar mijn zin hier. We hebben een leuke groep. Ik denk dat er heel veel potentie in zit. Ik denk dat we daarom nog een mooi jaartje kunnen gaan maken. Ja, tot waar kunnen jullie doorstoten? Ik denk als we een beetje het team bij elkaar houden, dat we eigenlijk volgend jaar eigenlijk misschien wel om de prijs moeten spelen. Dit jaar misschien iets meer verwacht dat we iets hoger zouden staan, maar ja. Het is niet anders. Dus ik denk dat we volgend jaar een mooi seizoen kunnen gaan draaien. Ik denk dat het natuurlijk voor het hele team een beloning is. Het is voor de club gewoon geweldig om te zien dat iedereen met alle vrijwilligers alles aan het doen. Dat het toch leidt tot iets leuks en moois. En de ploeg die werkt er gewoon hard in. Vijf, zes keer in de week. Volle bak. En dan uit bij Lijns, waar je het seizoen nog niet hebt gewonnen. En dan gewoon voor de poorten van de hel, zeg maar, gewoon de punten pakken. En uiteindelijk de finale halen. Ja, dat is een beloning voor degenen die blijven. Maar ook voor degenen die er nu zijn. Dus dat is geweldig.